De kwestie rond frater Francino van Hoof, die zich in de jaren 70 schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik in Deurne, komt hard aan in de gemeenschap. Frater Francino wordt gezien als een van de belangrijkste cultuurdragers in het dorp. Ten tijde van het misbruik was de frater onderwijzer op parochieschool Heilige Geest. Het slachtoffer was een 11-jarige leerling van die school. Bent u geschrokken? Ja, daar heb ik het helemaal niet van verwacht. Want we hebben hem echt goed gekend, ook van de harmonie uit en de drumband. Ja, alle dingen dat je daarmee betrokken had, op school ook en zo. Ja. En leeft het hier ook in het dorp zelf? Ja, ook. Ja, natuurlijk. Dat hebben ze allemaal mee te doen gehad, hè, met die kinderen en zo. Ik vind het nou dat we voor ons allemaal die ouderen, die hebben hem allemaal wat meegemaakt. Dan vind ik het eigenlijk een verrassing dat zoiets nog gebeurt. Dat nou pas op tafel komt eigenlijk, hè. En hij heeft ook veel goede dingen voor Deurne gedaan. Wordt dat nou niet overschaduwd door wat er nu naar buiten is gekomen? Ja, hoe kan het toch? Dat is niet te filmen, nee, dat is gewoon niet te filmen. Daar heb ik van hem helemaal niet verwacht. Toch ben ik echt van verschoten. Ik heb het vanmorgen in de krant las. Ja. Zoals het nou gebeurt met een meisje dan, weet ik wel. Ik heb een eigen indenken dat ze dat thuis vroeger niet durven te vertellen. Allemaal bij zich gehouden. Want als ze het vertelt, dan had ze misschien ook nog slaag gekregen. Maar ik vind van haar of wie het dan is, ook wel niet mooi. Dat ze nou pas kon vertellen, nog 40 jaar of lang. Nee, dat heb ik dan niet meer gedaan. Ze had er volgens u eerder mee moeten komen? Eerder, veel eerder, ja. Ja. Dat is wel, ja, snatteloord, hè. Hij heeft heel veel goede dingen ook voor Deurne gedaan. Wordt dat niet overschaduwd door het nieuws dat nu is naar buiten gekomen? Nee. Hij heeft echt veel voor Deurne gedaan, ja. En vooral voor de drumband. Ja, de harmonie en zo. Ja. Dus u vindt niet dat het imago nou is aangetast? Nou, aangetast nog niet, maar je gaat wel terugdenken. Ik heb ook bij de fraters op school gezeten. Hè? En de een en ander heb ik zelf niet meegemaakt, maar wel van collega's die er dan ook op zaten. Dat die ook niet allemaal zo zuiver waren eigenlijk. En dan komen nou allemaal die dingen, die komen er nou uit. Precies hetzelfde als met Pastoor. Ik vertel het net hier al. Ik zeg, wij moesten biechten, van jullie, je bent jonger, hè? Dus wij moesten toen biechten, als wij met een meisje mee geweest waren, moesten wij vertellen van hè, wat je gedaan hebt, wat wel mocht en wat niet mocht. Dan zou hij de les wel eens leren. Nou, zeg ik, moet die Pastoor maar die les leren aan ons. Wat hij allemaal verkeerd gedaan heeft. Dat bedoel ik.